Wie jullie vraagt, hoe houd je dan stenen weg? Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben Marina, ik ben 12 jaar oud en ik ben blind en ik zit met mijn moeder in de auto. Hi. En we hebben vandaag de Q&A bij de tandarts. Jullie hebben allemaal vragen achtergelaten bij dat de vorige keer bij de tandarts was. Heb je mijn tandenborstel? Ja! Maar jullie hebben dus vragen achtergelaten voor de tandarts en die gaat de tandarts vandaag beantwoorden. We gaan een vraag stellen aan de tandarts. Wacht. En wie hebben die vragen? Oh, dat horen we zo, hè? Dat gingen we vertellen. Ja. Oké. Okay. Nou, Iris en Jennifer die vragen of dat jij wel eens gaatjes hebt gehad. Ik heb wel eens gaatjes gehad vroeger. Toen ik nog geen tandarts, toen ik nog niet wist dat ik tandarts zou worden. Toen was ik net zoals jij ook kind. En toen heb ik wel eens een gaatje gehad. Niet heel veel, gelukkig. Maar de laatste jaren al niet meer. Goed zo. Nou, Puk die vraagt waarom je altijd van die vieze vloer op je tanden krijgt. Nou, sommige smaakjes zijn toch helemaal niet vies? Nee, bananen is wel een. Precies. Fluoride smeer je op je tanden om je tanden extra sterk te maken. Net zoals jij krijgt nieuwe kiezen. Die zijn nog niet helemaal sterk als ze doorgebroken zijn. En dan is het heel goed om fluoride erop te doen om het glazuur extra sterk te maken. Of tanden of kiezen met een gaatje. Okay. En ze hebben verschillende smaakjes. En de een vindt pepermunt heel lekker, de ander vindt kersen lekker. En wij hebben 4 verschillende smaakjes. Dus voor iedereen is er wel een lekker smaakje bij. Ja. Maar die vraagt dat je wel zo'n zware operatie hebt moeten doen. Nou, een hele zware operatie hier niet. Want wij zijn niet zoals bij de kaakchirurg dat wij gaan snijden en echte operaties doen. Ik heb wel eens één keer een kies eruit moeten halen voor de orthodontist. En die zat zo klem dat heel lastig was. Maar toch was het gelukt. Dat is het enige moeilijke voor mij. Dat ik dacht, oh, gaat dit lukken? Maar het was wel gelukt. Maaike die vraagt, wanneer mag je verstandskiezen houden en wanneer moet hij eruit? Nou, niet iedereen krijgt verstandskiezen. Verstandskiezen die zitten helemaal achter in je mond. Soms is er geen plek voor. Dan komen ze er niet eens. Dan zitten ze in een bot verstopt. Soms zijn er verstandskiezen die liggen niet netjes recht naar boven, maar die liggen dwars. Nou, als ze dan schade gaan maken aan je kies die ervoor zit, nou, dan is het verstandig om eruit te halen. Of een verstandskies met een gaatje, waar je het niet goed schoon kan houden. Die zou ik er ook uit laten halen. En sommige verstandskiezen komen gewoon door en hebben gewoon een functie. Kunnen gewoon mee eten en drinken, kauwen. Zoals wat je met de andere kiezen doet. En dan hoef je niks geks te doen met de verstandskies. Oké. Fijn vraagt of een prikje pijn doet. Nou, wij gebruiken altijd eerst een slaapzalfje. En dat betekent dat je tandvlees, waar je de verdoving geeft, al een beetje laat slapen. En dan doen we de verdoving. En dan praten we altijd over droomlimonade. Dus bij ons is het altijd slaapzalf en droomlimonade. En dan merk je eigenlijk niet dat het misschien wel een heel klein prikje is. Oké. Kijk, zo kan het ook. Ja, precies. Eigenlijk is het een heel dun rietje. Klinkt al veel leuker. Ja, inderdaad. Marientje, dit is een vraag voor jou. I love Figaro Sherani, als ik het goed zeg, vraagt aan jou, vind jij het niet eng? Nee, eigenlijk niet. Het is altijd een beetje spannend om te kijken, heb ik geen gaatjes of wat, maar nee, ik vind het niet eng. Nee, hè? Niet bang voor de tandarts, hè? Nee. Dat is ook niet nodig. Nee. Wie jullie vraagt, hoe houd je tanden stevig? Nou, in ieder geval is het allerbelangrijkste heel goed te poetsen. Want hoe minder viezigheid er op je tanden blijft zitten, hoe kleiner de kans is dat je tandsteen houdt. Maar toch zijn er altijd mensen die heel veel tandsteen, die heel goed poetsen en dan toch nog tandsteen hebben. Dus bij sommige mensen lukt het gewoon niet. Er zijn ook mensen die heel slecht poetsen en nooit tandsteen hebben. Dus dat heeft ook een beetje met de samenstelling van je speeksel te maken. Oké. Ja? Cool girl die vraagt of dat het trekken van kiezen pijn doet. En dan niet de verstandskiezen, maar de andere kiezen. De gewone kiezen. Ja. Nou, daar heb je ook hetzelfde weer als net. Als je de slaapzalf en de droomlimonade goed doet, dus als de verdoving goed zit, dan doet het trekken van een tand of kies echt geen zeer. Je moet soms wel een beetje kracht zetten om iets eruit te halen. Maar dat hoeft geen zeer te doen. Echt niet. Nee, en het kraakt een beetje af en toe. Dat is misschien het engste. Wat jij net had met je tandsteen. Ja. Raar geluidjes, want het zit natuurlijk wel eens in je hoofd. Ja. Marcel die vraagt dat je veel geld verdient met dit werk. Nou, je moet wel Als je hard werkt, dan kan je ook weer wat meer verdienen. Het hangt er ook vanaf wat voor tandheelkunde je doet. Iedere tandarts heeft weer zijn eigen ding. Ben je van de kroon- en brugwerken, of ben je van de implantaten, of ben je orthodontist geworden? Dan heeft iedereen weer een andere manier van werken en andere inkomsten. Dus je kan er een goede boterham mee verdienen, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je het werk doet wat je leuk vindt. Ja. En dat je een boterham ermee kan verdienen. Maar leuk werk is het allerbeste. Inderdaad. Toch? Ja, precies. De hoorslaver die vroeg of dat als je een losse tand of kies, als je dat hebt, zeg maar, en je gaat er met het ijzeren stokje, dingetje van de tandsteen tegenaan, doet dat dan pijn? Ja, dat kan natuurlijk wel, want een losse kies die hangt nog aan een paar draadjes vast met je tandvlees. Ja. Vast aan je tandvlees. En als je dan een beetje beweegt, dan kan je dat wel voelen. Ja. Soms helpt het wel eens door aan de binnenkant van je, met je tong tegen de losse tand aan te duwen, als ik aan de buitenkant zit te duwen. Oh. Dus ik duw aan de buitenkant en dan duw jij met je tong aan de binnenkant, dan blijft hij eigenlijk stilstaan. Ja, inderdaad. En dan wiebelt hij niet. Dat is handig. En de hoorslaver vraagt ook, hoe zie je het verschil tussen een melktand en een grote mensentand? Een grote mensentand. Nou, eigenlijk zeg je het zelf al een beetje. De grote mensentand is wat groter dan melktand. Die is ook veel sterker, daar kan je veel langer mee doen. De kleur is ook een beetje anders, want de melktanden die zijn wat witte. Ze zijn wel een ander vormpje, want grote mensen kiezen die in de plek komen van die melkkiezen hebben een andere vorm dan melkkiezen. Je hoektand is niet zo groot. Sommigen hebben hele kleine melktandjes en er komen hele grote blijvende tanden voor terug. Dus ik denk, de vorm is belangrijk, de kleur is anders en ze zijn veel sterker. Okay. Dan heb ik nog een vraag voor jou, Marina, van Joen. Die vraagt of jij ook een beugel krijgt. Nou ja, dat moet ik eigenlijk wel vragen. Nou, zoals je tanden nu staan, hoef je van mij geen beugel. Okay. Maar dat sommige mensen vinden dat ze een perfecte mond moeten hebben. En dan kan je er als kind of als ouder voor kiezen om te gaan beugelen. Maar dat is niet altijd dat het heel noodzakelijk is. Oké. Feyenoord Rotterdam Games die vraagt bij hoeveel millimeter moet je een beugel? Nou, dat is ook weer een beetje wat moet. Ze zeggen altijd, als je tussen de 0 en de 4 millimeter zit met de overbeet, dat je dan eigenlijk in het normale gebied zit. Zit je er overheen, dan is het een beetje vergroot en dan kan je gaan beugelen. En wat is een overbeet? Een overbeet is het verschil tussen de ondertanden en de boventanden. En dan kijk je in horizontale zin. Juist. Dus hoeveel millimeter er zo zit? Even je lippen wat omhoog. Oh ja, dat gedeelte. Dus hoe ver je er overheen zit. Juist. Juist. Of je er een vinger tussen kan zetten, dan zit je wel bijna op een centimeter. Nee, ik vind het. Nou, jij niet. Bij jou staat het heel netjes. Nou, als je vraagt hoe vond je eerste behandeling? Nou, de eerste behandeling, dat was tijdens de opleiding. En dat vond ik wel een beetje spannend. En dat deden we ook dan nog heel lang over. Maar dat lieten we natuurlijk niet merken dat dat onze eerste behandeling was. Nee. Dus toen zei die mevrouw, het lijkt me wel spannend als dit de eerste keer is dat je dit doet. En toen zei ik aan het einde van de behandeling, nou, dit was de eerste keer. En daar had ze dus blijkbaar niks van gemerkt. Oh, nou, dat... Maar spannend was het toen. Complimentje. Ja, dankjewel. Even Linda die vraagt, waarom moeten grote mensen met een tandruit niet meer naar de tandarts? Nou, van mij mogen grote mensen met één tandruit wel weer naar een tandarts. Of als ze helemaal geen tanden meer hebben. Bedoelt ze dat misschien? Als ze helemaal geen tanden meer hebben. Met een tand eruit? Nou, één tand eruit, dan moet je gewoon, want er zijn er nog heel veel andere tanden die wel gecontroleerd moeten worden. Zouden alle tanden eruit zijn, dan heb je een kunstgewichtje. En dan hoef je niet elke half jaar naar de tandarts, maar er verandert nog steeds wat in je mond. Dus af en toe, even op controle, of het nog past, is wel slim. Nou, de laatste is Jana, die zei, waarom heb je gekozen om kinderen met een beperking te gaan doen? Nou, ik heb gekozen om kinderen te behandelen van 0 tot 18 jaar. En daar zitten kinderen met een beperking bij, maar met allerlei verschillende soorten beperkingen. Maar ik heb niet bewust gekozen voor kinderen alleen maar met een beperking, want die zitten vaak ook in een centrum voor bijzondere tandheelkunde. Maar dan zijn dat bijvoorbeeld kinderen met een rolstoel, want die kunnen hier de trap niet op. Mm-hmm. Of kinderen die motorisch heel moeilijk zijn. Ja. Die kunnen niet hier in de stoel gaan zitten. Zo'n soort dingetjes. Maar jij bent prima te behandelen. Ja, want als je blind bent, dan weet ik zijn je tanden. Precies. Ik zie jou niet als een kind met een beperking voor de tandarts. En zo ook een doof kind of een autistisch kind. Of, die kunnen ook gewoon naar de tandarts en daar hoef je niet speciaal voor te zijn. Maar je hebt niet alleen maar kinderen met zo'n soort beperking. Je hebt ook gewoon... Nee, we hebben heel veel gewone kinderen. Ja, ja. Normale kinderen. Ja, dat klinkt heel raar. Ja, inderdaad. Net zoals jij, alleen die dan wel kunnen zien. Ja. Ja. Ik heb nog wel een vraag. Discussie tandpasta. Hoeveel tandpasta moet er nou op je tandenborstel? Want mijn man die drukt ongeveer de hele tube erop uit. En ik zeg aan een ertje heb je genoeg. Nou, aan een ertje heb je genoeg. Kijk. Papa. Meer heb je Rob, niet sorry. Meer heb je niet nodig. Nee. Nee. Oké. Nou, dat was hem. Dat was die. Nou. Ja, heel erg bedankt. Alsjeblieft. En jullie bedankt voor het kijken. Ik heb het jullie er wat aan hebben gehad, vast wel. En, elk half jaar op controle, jongens. Ja. Precies. Goed poetsen. En, je hebt nu geleerd hoe het moet. Inderdaad. Ja. En waarom. Precies. Zie ik je over een halfjaartje, Marina. Ja, tot een halfjaar. En jullie tot morgen. Joe! En morgen zien jullie deel 2. Heb ik mijn tanden wel goed gepoetst? Of heb ik gaatjes? Joe!